Ik verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Zo, goedemiddag allemaal en ook op de publieke tribune. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Janssen. Meneer Janssen, welkom namens onze hele parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Dank u wel. Wij doen onderzoek naar opzet en ook werking van het hele stelsel van corporaties. En daar zijn incidenten gebeurd en daarvan willen we met name weten wat er nou gebeurde. Hoe dat allemaal kon gebeuren en wie daarvoor verantwoordelijk zijn. En meneer Janssen, vandaag is natuurlijk een bijzonder moment voor onze enquêtecommissie, want wij gaan de rol van de Tweede Kamer onderzoeken, die er zelf natuurlijk ook in haar controlerende rol naar heeft gekeken, naar de hele opzet en werking van het stelsel van corporaties. En in dat verband, meneer Janssen, bent u het eerste voormalige Kamerlid wat gehoord wordt als getuige door onze commissie. Dit verhoor vindt plaats onder ede. En in dat verband koos u ervoor de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even wilt gaan staan. En mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede, meneer Janssen. Neemt u plaats. Die microfoon kunt u gewoon aan laten staan. En er zijn een paar leden van onze commissie die u graag wat vragen stellen. We gaan beginnen. Het woord is aan collega Hashi. Meneer Janssen, u bent van 2006 tot 2014, dus bijna 8 jaar, Kamerlid geweest voor de SP. En de commissie heeft vragen aan u over de invloed van de Kamer bij het agenderen en oplossen van problemen in de corporatiesector. En de aanleiding zijn de verschillende incidenten die zich hebben voorgedaan. En een aantal van die incidenten gaan we ook met u doorlopen. Ik begin zelf met u met de casus Woonbron. En ik kan u wel alvast vertellen welke andere casussen we met u gaan bespreken. Dat zijn Servatius in Maastricht, Rantree in Deventer, Rochdale in Amsterdam. En we gaan dus nu beginnen in Rotterdam. Want bij Woonbron gaat het om de aanschaf, het renoveren en het naar Rotterdam halen van het stoomschip de Rotterdam. En dat is vanaf de periode 2005. En u bent daar altijd zeer kritisch over geweest, blijkt uit ons onderzoek. Mijn eerste vraag is, hoe zou u Woonbron als coöperatie in die tijd omschrijven? Een relatief grote coöperatie. Uit mijn hoofd hadden ze volgens mij in die tijd in de orde van 50.000 woningen in bezit. Daarmee zaten ze in ieder geval in de top 10, top 15 van de Nederlandse coöperaties. En het was een moment zeg maar, waarop die consolidatieslag nog volop in beweging was. Dus dat is één, behoorlijk grote coöperatie. Het tweede was dat ze in de media en in het wereldje denk ik best een goede naam hadden. Ik heb dat altijd bestempeld als dat ze een goede PR hadden. Want ik denk dat die goede naam wel erg was gebaseerd op uitingen in de media. En in mindere mate op hun, of zelfs in vrij geringe mate op basis van hun prestaties zeg maar, in die 50.000 woningen. Kunt u nog heel even toelichten wat u bedoelt uitingen in de media? Bedoelt u daarmee dat Woonbron iets in de media pareerde waarvan u zegt van nou ja, het wordt wel heel erg als prestatie weggezet. Hoe moet ik dat duiden? Wat u zegt? Nou, ik denk dat de directeur van Woonbron zich heel erg profileerde als actief in het maatschappelijk debat. Dat ze ook aardig wat prijzen gewonnen hebben op die van renovatie, energie, dat type zaken. Pilotprojecten waarmee je goed in de kijker komt. Op dat terrein denk ik dat Woonbron best een goede naam had. Dat waren natuurlijk wel allemaal relatief kleine projecten. En als Kamerlid kijk ik ook naar de grote getallen.
En bij 50.000 woningen is mijn stelling, je moet allereerst gewoon goed op de winkel passen. En daar was ik iets minder van onder indruk. Ja, en als we het hebben over het specifieke project, de SS Rotterdam, het stoomschip. Waar heeft u zich het meest over verbaasd? Dat ze het schip gekocht hebben. Want ik kon mij eerlijk gezegd vanaf moment 1 niet voorstellen dat dat schip ook maar in enige relatie zou kunnen staan, zeg maar functionele relatie zou kunnen staan met de kernactiviteiten. En ik heb de verklaring van het is een boegbeeld voor Rotterdam-Zuid, heb ik altijd hoogst ongeloofwaardig gevonden. En waarom vond u zich ongeloofwaardig? Ja, omdat ik denk dat het exploiteren van een congresschip, dat dat gewoon een branchevreemde activiteit is. Dat het exploiteren van een schip sowieso een heel specialistische activiteit is. Ik weet dat de zeevaartschool in Rotterdam heeft een jaar of 20 eerder geprobeerd om een oud schip te gebruiken als lesfaciliteit. En dan zijn ze voor mij na 7 jaar zijn ze met hangende pootjes daar weer van afgestapt. Dat bleek gewoon ongelooflijk duur te zijn. En nou, ik denk als de zeevaartschool dat niet kan, dan lijkt mij dat een woningcorporatie dat al helemaal niet kan. Na de nodige debatten in de Tweede Kamer over Woonbron en de SS Rotterdam, dient u in november 2008 een motie van wantrouwen in tegen minister Vogelaar. En deze motie is verworpen toen. En desondanks stapt minister Vogelaar de volgende dag zelf op. Waarom koos u ervoor om zo'n zwaar instrument als een motie van wantrouwen in te dienen? Nou, dat was natuurlijk een flinke aanloop naar die motie van wantrouwen. In de tijd gezien heb ik uit mijn hoofd in april 2008 heb ik samen met mijn collega Poppen schriftelijke vragen gesteld over een aantal financiële aspecten van die aankoop. En de antwoorden van de minister daarop waren zeer geruststellend. Ga u maar rustig slapen, was de essentie. Dan heeft u het over het jaar 2005, toen die aankoop... Nee, die vragen zijn uit 2008. 2008? Ja, in het voorjaar van 2008 zijn die gesteld. In augustus van dat jaar is voor mij het schip feestelijk de Nieuwe Waterweg binnengevaren. En in dat stadium heb ik gezegd van ik wil graag opheldering hebben of Centraal Fonds. Of die de minister geadviseerd heeft over de financiële effecten, zeg maar, over de status van het project. En dat bleek het geval te zijn. Maar de minister wilde in eerste instantie die brief niet geven. En ook de onderliggende stukken niet geven. En toen heb ik ongeveer, ik denk, een maand nodig gehad om de rest van de commissie ervan te overtuigen dat wij als commissie op onze strepen moesten gaan staan. Ja, dat waren uw schriftelijke vragen. En hoe komt u dan tot die motie van wantrouwen? Vervolgens zeg maar, werd die brief van het Centraal Fonds vertrouwelijk vrijgegeven. Er werd nog een forensisch onderzoek vertrouwelijk vrijgegeven. En daaruit bleek naar mijn mening zonneklaar dat de minister, voordat zij de schriftelijke vragen beantwoordde, gewoon op de hoogte was dat er een catastrofe in de maak was, financieel. En kortom, dat was voor mij een teken dat de Kamer onjuist en onvolledig geïnformeerd was. En uiteraard heb je daarna een debat. Na afloop van het debat heb ik een plenair debat aangevraagd om die motie te kunnen indienen. En die had geen meerderheid in de Kamer op dat moment. En mijn analyse is, maar goed, u spreekt de betreffende collega's morgen, dat collega's van de Partij van de Arbeid en CDA, die ik overigens zeer deskundig en competent op dit terrein acht, dat die gewoon de politieke ruimte niet hadden om op dat moment hun verstand te volgen. Een half jaar later dient u een motie in die leidt tot het vertrek van de Raad van Commissarissen van Woonbron. Waarom vond u deze motie nodig? Omdat ik denk dat de Raad van Commissarissen mede verantwoordelijk is voor de mate van ontsporing. Maar waarom dient u niet een motie in die de Raad van Bestuur of de bestuurder laat opstappen? Want de rol die de heer Kromwijk als bestuurder heeft gespeeld was natuurlijk ook een heldere. Maar waarom kiest u daar dan niet voor? Dat is goed dat u die vraag stelt, want daar had ik in eerste instantie wel voor gekozen. Alleen ik had op dat moment begrepen dat het juridisch niet mogelijk was om vanuit de Kamer of vanuit de minister rechtstreeks de directeur-bestuurder te ontslaan. Wat je wel kan doen is bevorderen dat de Raad van Commissarissen ontslag neemt. Ik dacht dat zo genoemd mag worden. En dat dan de nieuwe Raad van Commissarissen vervolgens de afscheid neemt van de directeur.
Dat was in ieder geval op dat moment, zeg maar, formeel de gang van zaken. En formeel de gang van zaken, want als Kamerlid gaat u over eigen moties. Zegt u daarmee dat u vooraf geadviseerd bent om niet de Raad van Bestuur naar huis te sturen, maar de Raad van Commissarissen? Ja, ik heb uiteraard wel gekeken van wat kan er. En ik kan me herinneren dat, kijk, die motie heeft het gehaald. Dus ik heb daar voldoende steun voor verworven. En dat betekent dat andere woordvoerders uiteraard dan ook in discussie gaan over wat is de formulering. En in die discussie, zeg maar, is de tekst zodanig aangepast dat iedereen die uiteindelijk voorgestemd heeft ook zei van nou, dit moet kunnen. Zo. Ja, maar wie heeft u geadviseerd om de Raad van Commissarissen te laten opstappen in plaats ik van de motie op te nemen? Ik denk dat dat in discussie met de coalitiewoordvoerders die uiteindelijk die motie gesteund hebben, dat dat punt geopperd is. En ik heb het vervolgens volgens mij nagetrokken of dat klopte. En ook volgens mij klopte dat, want op dit moment, zeg maar, de wet biedt daar geen formele mogelijkheid voor. Hoe beoordeelt u het optreden van de Kamer als het gaat om woonbron? Nou, ook niet al te actief, als ik eerlijk mag zijn. Ik denk dat vrij lang een Kamermeerderheid de indruk had dat de SP gewoon ketelmuziek aan het maken was. Of in ieder geval nou, dat er, zeg maar, politieke motieven achter mijn interesse zaten. Terwijl ik gewoon het gevoel had dat daar een volslagen oneigenlijke nevenactiviteit van een hele grote omvang ook nog de coöperatiewereld binnensloop. Het stond ook overigens voor een veel bredere ontwikkeling. Hè, want er was natuurlijk sprake van een groot aantal projecten aan de rand van wat coöperaties daarvoor deden, die opeens allemaal mochten. Dat werd zelfs gestimuleerd door de minister. De minister zei van maatschappelijk vastgoed is allemaal hartstikke fijn. Laat ik nog wat andere voorbeelden noemen. Een coöperatie in de regio West-Brabant die wilde een jongerencentrum bouwen, gefinancierd door een aantal coöperaties in de regio. Maar als we teruggaan naar Woonbron, bij Woonbron blijven, zegt u eigenlijk de Kamer had actiever kunnen zijn. En daarmee bedoelt u dat ze veel eerder hadden kunnen ingrijpen, een motie kunnen indienen? Wat bedoelt u daarmee? Ik denk dat uiteindelijk de Kamer te makkelijk is meegegaan in de redenering van de minister en van haar opvolgers trouwens ook meestal. Het toezicht op de coöperaties primair van de Raad van Commissarissen moet komen. Dus het intern toezicht is dominant. En we moeten ons daar vanuit Den Haag niet te veel mee bemoeien. Dat was volgens mij toch de bottomline. En dus verzoeken van mijn zijde of mijn collega Poppen, overigens heeft dat de jaren daarvoor ook al regelmatig gedaan, om in te grijpen, die werden het allemaal afgedaan met het argument van dat grijpt te zeer in van buitenaf in de bedrijfsvoering. En daar hebben we de Raad van Commissarissen tegenwoordig voor. Meneer Jans, ik ga met u door naar corporatie in Deventer, Rantree. Want dat is ook een corporatie die veel aandacht heeft gekregen, ook in de Kamer. De corporatie is in 2008 in het nieuws gekomen vanwege de aanleg van een verkeerstunnel in de Amstellaan. En dat ging om de zogenaamde krachtwijk Rivierenwijk. Ja. U bent met de toenmalige Kamercommissie op werkbezoek geweest in die wijk. Hoe was dat werkbezoek? Dat was een bijzonder werkbezoek. Omdat directeur Rudy Teube had daar een prominente rol in. En ik kan me herinneren dat we in de wijk in een buurtcentrum, dacht ik, ontvangen werden. En daar kondigde de heer Teube allereerst aan dat hij van plan was om eigenlijk alle zaken die ik als kernactiviteit beschouw, om die af te stoten en die te gaan inhuren. Bijvoorbeeld het verhuren van woningen. Dat wilde hij gaan uitbesteden bij een lokale makelaar. En hij wilde zich eigenlijk gaan beperken tot portfolio management, zoals hij het noemde. Zeg maar strategisch vastgoedbeheer. En alles wat, zeg maar, directe huurcontacten veroorzaakt, dat vond hij niet zijn kernactiviteit. Nou, daar verbaasde u zich over tijdens dat werkbezoek? Daar verbaasde ik mij in hoge mate over. Want mij lijkt dat het kennen van je klanten en ook het diensten verlenen aan je klanten, dat dat bij uitstek kernactiviteiten zijn. Daar was ik al kritisch over gestemd. En daarna gingen we in op de aanleg van een, of eigenlijk de reconstructie van een grote verkeersweg die dwars door de Rivierenwijk heen liep. En waar Rantree financieel de kar zou gaan trekken in combinatie met de ontwikkeling van een groot nieuw multifunctioneel buurtcentrum, een brede schoolachtige constructie. En daar waren een aantal andere leden van de Kamer waren daar heel positief over die ontwikkeling overigens. De bewonersvertegenwoordiger die erbij zat was in eerste instantie ook positief over. En toen ik de vraag stelde van maar er zijn nu op dit moment aan de weerszijde van de weg twee aparte scholen. Daar kunnen die kinderen op dit moment met kortere loopafstanden buitengewoon veilig naartoe. Dus wat is nou eigenlijk de reden dat die coöperatie daar een reconstructie van een verkeersweg gaat doen? En ook een enorm risico trouwens op zich neemt, hè, wat normaal bij de overheid zit. Hè. De gemeente legt wegen aan. Dus je haalt in wezen een risico voor een branchevreemde activiteit, haal je naar binnen toe.
Ja, dat lijkt mij eerlijk gezegd buitengewoon onverstandig. En ook niet in lijn, zeg maar, met de criteria die ik zelf hanteerde voor nevenactiviteiten. Want ik heb daar een artikel over geschreven in Eders Magazine in die tijd. Waarbij ik gezegd heb van, nevenactiviteiten zijn niet per definitie verboden. Ja. Maar je moet er verstand van hebben, bijvoorbeeld het moet proportioneel zijn. De risico's moeten eerlijk verdeeld zijn. Daar was in dit geval geen sprake van. Nou, zo had ik een 7 of 8 criteria. Maar u geeft aan, u had kritiek en u was ook verbaasd tijdens dat werkbezoek. Ja. Wat heeft u met dat kritiek en met die verbazing gedaan? Die heb ik geuit. En toen bleek in ieder geval dat de bewonersvertegenwoordiging dat die ook op dat moment direct eigenlijk opschoof. Dus zei van, heb je eigenlijk misschien wel gelijk in. Tijdens dat werkbezoek? Ja, tijdens het gesprek wat wij hadden. Een presentatie in dat buurtcentrum. Maar het was wel, kijk, de lijn die Teube volgde, die was wel heel erg in lijn met het gevoel wat er vanuit Den Haag, de toenmalige minister, ook verspreid werd, dat coöperaties zijn taak moesten verbreden. Ze waren integraal verantwoordelijk voor de wijkaanpak. Daar hoort dit dus ook bij. Ja, maar mijn vraag ging over wat u daarmee gedaan heeft. U heeft dat in het werkbezoek geuit, in gesprekken die u had. Ja. Heeft u daar verder nog wat mee gedaan? Ik heb het ongetwijfeld in een debat als voorbeeld genoemd van een nevenactiviteit die ik niet zag zitten. Want ik heb ook die criteria die ik in dat Eders artikel in Eders Magazine geformuleerd heb, ik bij debatten ook met regelmaat nog gebruikt ter illustratie van hoe een, wat mij betreft, een goede regeling eruit zou kunnen zien. En daar gebruik ik altijd voorbeelden bij, waaronder dit voorbeeld, maar ik had er nog een paar andere. Ja. U gaf net eigenlijk ook in uw antwoord aan het beleid vanuit Den Haag. Zegt u daarmee dat het beleid wat er toen was wat betreft de wijkaanpak, en later heet dat natuurlijk het krachtwijkenbeleid, dat dat als stuwende kracht is aan te wijzen voor het feit dat corporaties zich bezig gingen houden met nevenactiviteiten die niet pasten bij hun kerntaak? Ja, ik ben er echt van overtuigd dat, percentage noemen is altijd riskant, maar dat 90-95% van alle ellende, zeg maar, op dit terrein, dat die in wezen is veroorzaakt, gestimuleerd eigenlijk door beleid in Den Haag. Met andere woorden, dat corporaties, dat die juist opgeroepen werden om, zeg maar, zich over de randen van een toenmalige kerntaak heen te begeven. En het verbaast me dus eigenlijk dat, kijk, we hebben nu een discussie over ongeveer 20 ontsporingen op heel verschillende terreinen. Dus dat is ongeveer 5% van de corporatiebranche. Dus eigenlijk kan je zeggen dat het verbazingwekkend is dat gewoon 95% van de corporatiebranche zich keurig gedragen heeft. En keurig de winkel pas heeft, ondanks dit beleid. Ondanks. Ja. Maar dan zegt u dus, ondanks het Haagse beleid, wat stuwende kracht was, zijn er nog wel corporaties aan te wijzen, 35% haalt u aan, die daar in ieder geval geen problemen mee ondervinden ten aanzien van hun nevenactiviteit. Nee, dat is natuurlijk heel droevig dat die corporaties nu, zeg maar, eigenlijk collectief in het verdachtebankje zitten. Terwijl, ik heb een punt van orde, meneer Jansen. De corporaties zitten niet collectief in het verdachte of strafbankje. Wij onderzoeken het hele stelsel, inclusief incidenten. Maar ik wil benadrukken, niet alle corporaties zitten bij ons in het strafbankje. Nou, dat is mooi. Ik hoop dat dit de conclusies teruglezen. Maar kijk, ik geef nu even mijn eigen analyse. Maar het gaat er mij om in mijn vraag. Daar wil ik ook op uitkomen bij u, dat u dat kunt bevestigen of in ieder geval uw mening erover kunt geven. Zegt u daarmee dat, ja, het Haagse beleid was stuwende kracht, maar gezien het feit dat er ook corporaties zijn die daar prima mee uit de voeten komen, dan zijn er toch ook incidenten die dus niet helemaal te wijten zijn aan alleen maar het Haagse beleid. Dus het feit dat ook corporaties hierin een aandeel hebben. Ja. Moet ik dat zo vatten of bedoelt u het anders? Nou kijk, de incidenten zijn natuurlijk opgeteld van zo'n schaal dat ik dat die incidenten liever voorkomen zou hebben. Het is natuurlijk, als je kijkt naar andere branches, nooit te voorkomen dat er incidenten zijn. Ook bij perfecte wetgeving zijn er partijen die de grenzen van het systeem of zullen opzoeken of daar overheen gaan. Dus naast regels moet je ook nog toezicht hebben. En dat heeft ook de wensen overlaten, denk ik. Maar ik denk juist dat het een teken is dat de corporatiesector als zodanig eigenlijk best wel bona fide is solide. Maar dat het wel, dat eigenlijk, zeg maar, goed gedrag, dat het eerder ontmoedigd is de afgelopen 2 decennia, ik schat zo vanaf 1994, dat het is bevorderd. En dat vind ik natuurlijk wel een hele kwalijke zaak. Goed gedrag ontmoedigd, door wie? Nou, kijk, op het moment dat je zegt van, je moet je vooral gaan bezighouden met randgebeuren. Dus niet, kerntaak is het bouwen en beheren van betaalbare huurwoningen. Daar zou het om moeten draaien. Nevenactiviteiten zijn wat mij betreft toegestaan als je een 8 haalt voor je kerntaken. Dus kortom, perfect in orde met je woningen. 2, er moet draagvlak zijn onder huurders. 3, het moet professioneel zijn. 4, je moet er verstand van hebben. Kortom, je kan een heel rijtje aan
eisen stellen. Als ze aan die eisen voldoet, dan zeg ik van prima. Zo niet, dan niet. En ja, ik kwam in die tijd, hè, dan heb ik het even over de periode vanaf het moment dat ik Kamerlid werd, totdat ik vertrokken ben, kwam ik met heel grote regelmaat projecten tegen die gewoon niet aan die criteria voldeden. Ja, ik ga met u verder in de tijd, want op 16 november 2011 dient u een motie in waarin u minister Donner oproept te bevorderen dat twee leden van de Raad van Toezicht van Rentree, dat die opstappen. En minister Donner ontraadt de motie met als argument de trias politica, namelijk dat de Kamer als wetgever niet over personen gaat. Ja. Wat vindt u van die redenering van minister Donner? Dat vond ik geen erg aansprekende redenering. Niet erg aansprekende redenering? Nee, omdat zijn voorganger, die had in het geval van Woonbron gezegd van, ik vind ook redelijk dat de Raad van Commissaris van Woonbron moet opstappen. Dus minister Van der Laan was dat? Ja, ik bevorder dat. In wezen, dit was een vergelijkbare situatie en ik vond het dus heel merkwaardig dat Donner ongetwijfeld een legalistisch standpunt aanhield. Dus hij zal ongetwijfeld wel juridisch een draai en gegeven hebben die mocht volgens de wetgever. Maar ik vond het niet chic, omdat voor mij vaststond, en ook op dat punt hebben we als Kamer inzage gehad in een forensisch onderzoek over de handel en wandel van Rentree, wat gewoon schokkend was. Dat kende de minister uiteraard ook. Het was duidelijk dat de Raad van Commissarissen van Rentree, dat die ook op de hoogte was van deze projecten. Ja. Dus u begreep niet waarom minister Donner nee. Die motie niet uit, want hij voerde hem niet uit, de motie. Nee, die leden zijn overigens wel enige tijd daarna opgestapt. Maar in wezen heeft hij ze, zeg maar, zouden volgens mij niet zo lang daarna gewoon hebben moeten aftreden. Ze hadden hun termijn uitgediend. Ja. Maar ik vind ook dat, kijk, er gaat een signaalwerking uit van het feit dat je zegt van jullie moeten opstappen, want mijn stelling zou zijn, dan kom je op een zwarte lijst terecht en dan betekent gewoon dat je dus niet twee maanden later bij een andere corporatie opnieuw als lid van de Raad van Commissarissen aan de slag kan. En op dat punt overigens vind ik dat Donner en zijn voorgangers ook wel te verwijten valt dat zij nooit zijn ingegaan op het verzoek van de SP, wat we in 2009 gedaan hebben om een landelijke publicatie te maken, bijvoorbeeld op de site van het Centraal Fonds, van alle hoofd- en nevenfuncties van directeur, bestuurders en leden van de Raad van Commissarissen, waarbij je ze moet kunnen zoeken via de ingang van de corporatie of via de ingang van de persoon. Zodat je dus per persoon kan zien van wat zijn de antecedenten, wat doet iemand nog meer. Dat was een voorstel wat in ieder geval u deed vanuit uw rol als Kamerlid van de SP. Ja. Ik heb nog één vraag voor u en dan ga ik door naar mijn collega Oskam. Hoe ver reikt naar uw mening de ministeriële verantwoordelijkheid als het gaat om woningcorporaties? De minister is in ieder geval systeemverantwoordelijk. Dus hij is verantwoordelijk voor goed toezicht. Dat betekent als het Centraal Fonds zijn werk niet doet, dat hij de plicht heeft om met wetgeving te komen, dan wel met meer formatie. Het hangt een beetje vanaf wat de kritiek is, om het functioneren van het Centraal Fonds te verbeteren. Dat als een inspectie geen goed werk doet, dat hij zijn inspectie achter de vodden zit, dan wel wetgeving op dat punt aanpast. Dus die verantwoordelijkheid heeft de minister. En op het moment dat er signalen komen dat er zaken misgaan, dan vind ik niet erg overtuigend dat een groot aantal bewindspersonen achter elkaar, ik heb er in totaal 7 meegemaakt in 7,5 jaar tijd, dat die allemaal op de lijn zitten, dat ze alleen een uiterste nood, zeg maar, ingrijpen en dat ze heel lang toch het intern toezicht, waarvan eigenlijk het principe is dat ze op basis van cooptatie, zichzelf hun eigen opvolgers benoemen, ja, dat die hun gang kunnen gaan. Zeker als je weet dat die Raad van Toezicht voortdurend met grote regelmaat enorme fouten maakt. Ja. Ja, meneer Jansen, nog even terug naar het werkbezoek in Deventer bij Rentree. U verbaasde zich over de plannen om te outsourcen, ook over de plannen van die verkeerstunnel. Maar er waren denk ik ook nog andere Kamerleden bij. Hoe reageerden die? Dat was in een kabinet met Partij van de Arbeid, CDA en ChristenUnie, dat moet ik me herinneren. Ik denk dat die drie fracties wel vertegenwoordigd waren. Ik weet dat onze voorzitter Ineke van Gent in ieder geval ook aanwezig was, dat kan me nog goed herinneren. En in ieder geval de stemming in de commissie op dat moment was nog wel sterk van we moeten het breed opereren, zeg maar, de wijkaanpak moeten we een kans geven. Het is heel goed dat corporaties als soort wijkregisseur, zeg maar, van alles en nog wat gaan doen. Dus daar was een hele milde grondhouding.
Terwijl ik meer van de lijn ben van altijd rekensommen maken van hoe zit dat financieel in elkaar? Wat betekent dat uiteindelijk voor de kerntaak? Ik heb altijd de neiging om iets minder aan mooie verhalen te hechten en iets meer aan de cijfers. Ja. Misschien dat dat een verschillende benadering was. Goed, u kijkt naar de realiteit. We gaan naar Rochdale, want daar bent u ook actief geweest. U bent een van de eerste geweest die de problemen bij Rochdale in de Kamer aan de orde stelde. Ja. Dat was in 2008. Wat vond u nou het meest opvallende aan deze casus, behalve dan dat er Maserati in het spel was? Ook hier weer het volkomen uit beeld zijn van de Raad van Commissarissen. Gewoon dat de Raad van Commissarissen materieel in ieder geval geen tijdige belemmering is geweest, zeg maar, voor dit type activiteiten. Ook een aantal zaken die, denk ik, behalve dat ze op de rand waren van wat je als nevenactiviteit zou kunnen beschouwen. Hè? Ontwikkeling van hotelaccommodaties bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat je daar een heel... Dan zou ik als lid van de Raad van Commissarissen altijd al direct zeggen van... Nou, daar wil ik gewoon uitgebreid over gebriefd worden. En ik heb dus nooit ook maar een spoor van bewijs zien dat de Raad van Commissarissen op dat punt, zeg maar, in een heel vroegtijdig stadium heeft gezegd van... We willen er gewoon meer van weten. Dan kan je nog steeds bedonderd worden. Maar dan heb je in ieder geval, denk ik, je taak als commissaris serieus ingevuld. Dat was eigenlijk, denk ik, een van de eerste gevallen waarin ook kwam vast te staan dat er echt iets grondig mis was met de manier waarop raden van commissarissen, leden van raden van commissarissen benoemd worden. Ja. Wat we bij Rochdale zien is wel heel uniek, want het is natuurlijk een interactie tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder. Ja. En wat je ziet is dat er weinig informatie werd gegeven of in ieder geval niet voldoende om daar goede beslissingen over te nemen of op de valreep dat ze snel moesten beslissen. Andere kant kan je ook zeggen, zo'n raad van toezicht moet natuurlijk zelf ook actie ondernemen. Hè? Actief, proactief opereren. Maar wat je ziet bij Rochdale is dat eigenlijk die raad van commissarissen zichzelf buitenspel had gezet door aan de heer Mullenkamp een bestuursmandaat van 50 miljoen te geven. Wat vindt u daarvan? Dat zou in het bedrijfsleven, denk ik, niet gekund hebben. Omdat in het bedrijfsleven de raad van commissarissen benoemd wordt door de aandeelhoudersvergadering. En die zijn in het algemeen toch wel iets kritischer op dit soort mandaten. Kijk, het vier-ogen-principe, of soms zelfs het meer dan vier-ogen-principe, dat is natuurlijk altijd afhankelijk van de bedragen waar het om gaat. En 50 miljoen is zelfs voor een grote corporatie als Rochdale is gewoon veel te veel om dat aan één persoon over te laten. Ik denk dat het gewoon te maken heeft gehad met het feit dat de afstand tussen de Raad van Commissarissen of de Raad van Toezicht en Mullenkamp te klein was. Dat ze eigenlijk te close waren. En dat het, dan krijg je al snel de situatie dat men zich ongemakkelijk voelt om, zeg maar, als iemand dat claimt, om daar nee tegen te zeggen. Want dat speelde daar en dat ze echt al jaren in die commissie zaten. En terwijl Mullenkamp ook voorzitter van het bestuur was. Ja, ik denk dat Mullenkamp een echt alfamannetje was en waarschijnlijk nog steeds is. En kortom, dan moet je als raad van commissaris moet je wel zeggen van tot hier en niet verder. Ja. En dat niet op zijn loop laten. Okay. U was ook kritisch op het optreden van minister Van der Laan bij Rochdale, want die had daar verschillende... andere activiteiten of andere functies? Kunt u ons daar eens in meenemen? Ja, ik heb bij het aantreden van Van der Laan heb ik gezegd van het zou goed zijn dat u voor dit deel van de portefeuille, zeg maar, dat aan de collega overlaat. Dat is dat minister Kamer geworden, omdat uw bureau, uw advocatenkantoor, een zakelijke relatie had met Rochdale. Ja. Het lijkt mij niet slim om in deze situatie, trouwens in geen enkele situatie... Nee. Om dan als minister ook nog verantwoordelijk te zijn voor de toezichthoudende rol, zeg maar, op die coöperatie. En dat heeft Van der Laan overigens na enige overpeinzing heeft hij dat ook gedaan. En ook na enig aandringen van uw kant, want u heeft eerst een motie ingediend en die heeft u later weer ingetrokken, omdat hij hetzelfde deed. Klopt. Okay. En wie heeft toen die portefeuille Rochdale gedaan? Minister Kamer. Nou, minister Van der Laan die heeft wel kritisch naar die situatie bij Rochdale gekeken. En ondanks dat u zegt dat het is overgedragen dossier, is toen wel voor de sector het integriteitstoezicht voor woningcorporaties ingevoerd. Of verscherpt in ieder geval. Ja. En toen kwam ook het meldpunt integriteit woningcorporaties werd toen opgericht. Is het instrumentarium van het ministerie om fraude op te sporen en crimineel gedrag, is dat voldoende ontwikkeld in uw ogen? Wat heeft u daarvan gezien in uw tijd als Kamerlid? Nee, wat mij betreft niet. Omdat, kijk, een meldpunt, dat klinkt leuk. Maar het gaat natuurlijk om van waar leidt dat meldpunt toe?
En ook hoe transparant is wat er gebeurt met dat meldpunt. En ook daar was ik kritisch over. Heb ik het bij enige debatten wel ook volgens mij naar geïnformeerd van ja, hoe staat het met de back-office, wat er uitkomt. En naar mijn mening is het zeg maar, te veel gezien als een signaal aan de coöperatiebranche. Van, u kunt bij ons terecht. Terwijl ik denk dat het ook zaak is om systematisch ieder half jaar of ieder jaar in wezen te rapporteren van wat is er bijgekomen, ja. Wat is er uitgegaan en van wat hebben we ermee gedaan aan incidentele maatregelen. Hè, bijvoorbeeld het onder toezicht stellen van coöperaties of aan structurele maatregelen het komen van met een voorstel om wetgeving te veranderen of om meer toezichthouders aan te stellen. Die relatie heb ik nooit gezien, hoewel ik Van der Laan moet meegeven dat, of nagegeven dat hij van alle bewindspersonen die ik gekend heb wel de meest actieve was. Ja. Om soms met enige aandrang om wel wat te doen. Was er dan nog voor de Kamer aanleiding, als u zegt, nou het meldpunt was eigenlijk toch wel onvoldoende. En u had allerlei ideeën ook over die kwartaalrapportages en dat soort zaken. Om daar als Kamer wat mee te doen. Was daar voldoende steun in de Kamer voor uw plannen om... waren er ook andere plannen bij andere partijen? Ik klap eigenlijk niet. Ik kan me zeg maar niet in detail zeg maar, de gesprekken met mijn collega's herinneren. Want kijk, hoe gaat het als Kamerlid? Je bent natuurlijk altijd aan het kijken van waar is een politieke meerderheid voor te vinden. Dus als die politieke meerderheid er is en de minister wil nog steeds niet, dan dien je een motie in en die haalt het. Nee. Maar als die politieke meerderheid er niet is, dan probeer je in algemene overleggen, probeer je dan het punt op de agenda te houden. En op die manier langzamerhand het gevoel van urgentie wat te vergroten. En soms zit het mee en soms zit het tegen. Ja. Ja, ik vraag het met name hierom, omdat iedereen ergert zich kapot aan die fraudes. En we willen natuurlijk die fraudes aangepakt hebben. En nou ja, kennelijk deed de sector het zelf niet. Nee. Dan is de vraag, is dan de politiek niet aan zet? Maar nogmaals, ik denk dat de context, eigenlijk tot aan Vestia was de context wel dat een ruime Kamermeerderheid vond dat het breed opereren van de corporaties en ook... zeg maar het bedrijfje spelen door corporaties, dat juist een teken van kracht was. Ja. Dat we eigenlijk die kant op wilden. Nou, Vestia, denk ik, dat was het moment voor wakker worden voor een grote meerderheid van de Kamer. En ik denk dus dat gewoon men op dat moment vond dat er een beetje bij hoorde. Onder het motto, er gebeurt altijd wel eens een keer wat ergens. Dat niet het gevoel was nog dat er sprake was van een structureel probleem. En misschien een toenemend probleem zelfs, door het feit dat de winstpersonen ook signalen afgaven, juist van, ben een beetje ondeugend in die taakopvattingen, als je daarmee een groot maatschappelijk doel, namelijk de wijkaanpak, kan dienen. Dat stimuleren toch van die corporaties. Ja. Begrijp ik goed dat u zegt, dat meldpunt, dat was het net niet. Werd u daardoor wel beter geïnformeerd, of ook niet? Nee. Voor mij hebben we over dat meldpunt één keer een brief gehad, denk ik. Dus het was zeker niet zo dat direct bij het instellen van het meldpunt gezegd van we gaan hier dus periodiek over terugrapporteren. Met andere woorden, het was een structureel instrument. En dat geeft ook al aan dat het echt een ad hoc verhaal was. En een aantal jaren later is er met een meldpunt voor het bouwbesluit 2012 exact hetzelfde gebeurd. Kortom, de wordt is geopend om een statement af te geven van u kunt rustig bij ons terecht. Maar wat ermee gebeurt vervolgens is een nevelig hult. Nee. Nou, minister Donner ging een andere kant op. Hè. Die heeft dat verscherpte toezicht er weer afgehaald. En de Kamer ging daarmee akkoord. En de vraag is eigenlijk, waarom gingen jullie daarmee akkoord? Dat is nogmaals een lastige vraag. Ik denk dat het te maken heeft toch met het gevoel dat op het vroegst mogelijke moment eigenlijk... gemeld wordt vanuit de toezichthouder van ik vind dat ze wel weer op eigen benen kunnen staan, dat dan ook op dat moment alle controle erop te weer afgehaald wordt. En dat eigenlijk wordt gezegd van regulier beleid. Ik kan me herinneren dat ook bij Woonbond bijvoorbeeld, dat er nog een discussie is geweest over hoe lang die toezichthouder moest doorgaan. Ik vond eerlijk gezegd dat hij nog best wel een tijdje mocht blijven toen hij eraf werd gehaald. Daar worden dan ook nog argumenten gemaakt, dat kost extra geld. Dan wordt de directeur die inmiddels vervangen is door een ander, die wordt weer wees beperkt in zijn opereren. Dat type argumenten. Ik denk dat het. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat een regime waarbij zegt van, als ik het even vergelijk met andere sectoren, bijvoorbeeld milieutoezicht, dat bedrijven die vaak in de fout gaan, dat die onder een verscherpt toezicht komen staan. Mm-hmm.
En vervolgens wordt gemonitord hoeveel overtredingen er geconstateerd worden. En als dat weer terugloopt, zeg maar, kan je langzamerhand goed gedrag belonen. Een risicobenadering bij de coöperatiesector, dat zou volgens mij heel verstandig zijn om daarmee de goede coöperaties te belonen door zo weinig mogelijk bureaucratie. De zwarte schapen gewoon extra achter de botten zitten. Maar het punt blijft wel een beetje dat die corporaties elkaar bijna niet aanspraken op misstanden. Nee, ik denk overigens dat er wel degelijk kritiek was in de beginjaren dat ik in de Kamer zat op het beleid van met name een aantal grote corporaties, Rochdale, Woonbron, Vestia. Die kwam vooral van de kleine corporatie uit de provincie. Dat zijn de in mijn ogen vaak de brave, degelijke, solide corporaties die nu de rekening betalen. Ja, en die hadden dus in die tijd ook grote kritiek, zeg maar, op de megaprojecten van de grote jongens. En die wilden om die reden trouwens ook vaak klein blijven. Omdat ze het gevoel hadden van, dan heb je weinig overheid, dan heb je een goede betrokkenheid van de huurders. Bijvoorbeeld ook wat mij betreft een punt wat heeft bijgedragen aan de fiasco's. Grote corporaties hebben in het algemeen een heel zwakke positie van hun huurdersorganisatie. Dus het tegenwicht eigenlijk, wat er moet zijn tegenover de directie, wordt niet geboden door de Raad van Commissarissen. Wordt ook niet geboden door de huurdersorganisatie die in zo'n situatie per definitie zwak is. En daar is vanuit de kleine corporatie is daar wel degelijk kritiek op geuit. Maar ik denk dat u zich kunt voorstellen dat bijvoorbeeld in het bestuur van EDES, landelijke koepel van woningcorporaties, hebben natuurlijk de grote jongens hebben een relatief sterke positie. Ja. Die weten zich ook in de media in het algemeen prima te profileren. Dat zijn de kleintjes in het algemeen niet. Ik denk dat ze op een gegeven moment een beetje de moed hebben laten zakken. Ja, de Rekenkamer die heeft ook naar deze sector gekeken. Die hebben onlangs een rapport uitgebracht. Heeft u dat gelezen? Ik heb de samenvatting gelezen. Okay, nou. Als wethouder heb ik niet zoveel tijd. Dat snap ik. Een van de conclusies is dat het toezicht, het volkshuisvestelijk toezicht, eigenlijk de laatste 20 jaar afwachtend en onvolledig is geweest. En we hebben gisteren en vandaag een aantal hoge ambtenaren gesproken van de ministeries van WWI. En daar kwam ook eigenlijk bij dat het toezicht, zij vonden het wel voldoende, maar dat het op hoofdlijnen was, dat het vaak maar met 10 man was. Ja. En dat het bestond uit het reageren op meldingen van misstanden en het doorlezen van het jaarverslag. En de vraag is, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dat past wel in het beeld. Ik denk ook in mijn voorbeelden van zojuist. Maar ik kan me herinneren dat vorig jaar heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid ook een publicatie gehad over toezicht. En de verschillende, zeg maar, ook de principiële baten van toezicht. Ik constateerde ook al dat er in het algemeen de neiging is om gewoon de algemene kaasschaaf die er regelmatig gaat over formaties, om die ook te laten gaan over de toezichtsfunctie. En dat Kamerleden de neiging hebben om alleen in actie te komen als er incidenten zijn. Dan krijgt vaak de toezichthouder de schuld, terwijl daar eerst 5 keer de kaarschap over gegaan is. En dan wordt de toezichthouder vervolgens in het kader van de risicoregelreflex gedwongen om heel veel van zijn schaarse energie in te zetten op het probleem. Ja. Het probleem van vandaag de dag, waarmee dan weer allerlei andere terreinen, die eigenlijk ook wel een beetje toezicht verdienen, erbij inschieten. Ja, die kaasschaaf is een heel vervelend instrument, maar ik kijk even naar mijn eigen tak van sport. En we hebben natuurlijk met staatssecretaris Teven een discussie gehad over het sluiten van gevangenissen. Daar is de Kamer vrij hard ingegaan. Je zou ook kunnen denken, maar ik weet niet hoe de Kamer destijds dacht, en dat willen we graag van u horen, of je nou in deze situatie, als je weet dat er maar 10 ambtenaren overblijven die het toezicht gaan doen, en als je weet dat het heel beperkt is, dat je toch eist dat er gewoon meer energie in wordt gestopt en dat er ergens anders dan maar bezuinigd moet worden. Ja, ik denk dat als je kijkt naar de omvang van de sector, dus hoeveel geld er omgaat, en je zet dan deze formatie naast en je vergelijkt het dan bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, hoeveel energie er wordt gezet om de financiële positie van bedrijven in kaart te brengen, dan is daar iets scheef. En met name ook de prestatiekant. Hè, want als ik eerlijk ben, ik vond de prestatie van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting in de periode dat ik in de Kamer zit heb best goed. Voor die pak een beetje 50 FTE's die zij hadden. Zij deden stiekem ook nog wel het nodige aan rapportage op prestaties. Hè, dus het aantal gebouwde nieuwbouwwoningen, renovaties, dat soort zaken. Die namen ze wel mee in hun jaarlijkse rapportcijfers. Ze deden ook iets aan het benchmarken van de coöperatie met vergelijkbare coöperaties. Vond ik ook een goed initiatief.
Ik vond altijd dat het toezicht van wat eerst de inspectie Vrom heette en tegenwoordig de inspectie ILT, dat een zwakke punt was. Ja. En dat werd direct aangestuurd door de minister. Ik snap dan ook nog steeds niet goed, zeg maar, dat er uiteindelijk gekozen is voor een model waarop bij Centraal Fonds juist op wordt gedoekt en ook nog weer naar binnen wordt gehaald. Ik zou eerder de voorkeur hebben voor het model om te zeggen van nou, maak sterker wat al goed functioneert. Dus maak er een verbreed Centraal Fonds een woonautoriteit waarbij men zowel over de financiële kant als over de prestaties kan monitoren. Want dat is best aardig. Maar er was op dat moment geen aanleiding voor de Kamer om te duwen op dit punt? Klaarblijkelijk niet, nee. Over deze laatste discussie uiteraard er zijn wel de nodige debatten over gevoerd. Maar ook daar liggen dan vaak weer coalitieafspraken onder. En in ieder geval, per saldo werd naar mijn mening niet de logische conclusie getrokken. En al helemaal niet de logische conclusie getrokken als je bijvoorbeeld dat rapport van het WRR bekeken had. En ik denk dus dat ook het rapport van nu de Rekenkamer, dat wel dezelfde richting opwijst. Goed, we gaan naar Maastricht, naar Servatius. Want daar is ook een langlopend project. Het campusproject, en dat is behoorlijk misgegaan. Dat was heel prestigieus. En minister van der Laan heeft daar ingegrepen. Die heeft na het opstappen van de voltallige Raad van Toezicht daar ook een extern toezichthouder aangewezen of aangesteld. Ja. Om financieel orde op zaken te stellen. Welke rol speelde de Kamer nou bij deze beslissing en bij deze casus? De minister is zeker aangespoord om dat te doen. En ik denk zelfs dat hij in een Kamerdebat heeft toegezegd om in te grijpen. Maar goed, dat vind ik op zich alleen maar te prijzen. Dat hij goed luistert naar de argumenten en daar ook iets mee doet. Wat ik ook wel interessant vond aan de casus van Servatius was dat daar ook een hele duidelijke link lag met de gemeente. Dat is ook een terugkerende factor, zeg maar, bij veel escapades. Dat vaak de gemeente een probleem heeft. En dan belt met de corporatiedirecteur van God, kan je me helpen? Ja. En dat corporatiedirecteur de neiging hadden, in ieder geval in die tijd, ook aangespoord overigens door de opeenvolgende bewindspersonen, om daarop in te gaan. Dat is voor mij in Maastricht ook duidelijk gebeurd. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat een corporatie, zeg maar, zonder druk vanuit de gemeente in zo'n project zou stappen. Want alleen al met deze architect weet je van tevoren dat dan ga je de bietenbrug op. Ja. Nou, gelukkig bent u inmiddels wethouder volkshuisvesting geworden, dus u weet hoe het werkt. Nog even naar die casus. U bent er vrij hard ingegaan, want uw punt is toch een beetje verspilling van overheidsgeld of van maatschappelijk kapitaal. Dat is zonde. En u heeft gezegd van nou, moet en de bestuurder aansprakelijk stellen en de Raad van Toezicht. En uiteindelijk is de bestuurder wel voor de rechter gedaagd en aansprakelijk gesteld ook. Daar loopt nu een afwikkelingsprocedure en er komt ook nog waarschijnlijk een hoger beroep als dat ook het eindvonnis wordt, heeft de heer Verzelberg hier gezegd. Maar die leden van de Raad van Toezicht, die zijn buiten schot gebleven. En wat vindt u daarvan? Ik vind dat onjuist als hen verwijtbaar gedrag zou kunnen worden verweten. Want op het moment dat ze hun taak gewoon aantoonbaar niet goed uitgevoerd hebben, dan is er sprake van medeschuld, zeg maar, aan het effect wat in dit geval ook een schade was van in de orde van 100 miljoen euro. Groot bedrag. En het lijkt me eerlijk gezegd evident dat als je je boekje te buiten bent gegaan, dat je dan mee moet bloeden. Ja. De vraag is een beetje of de Tweede Kamer voldoende tools heeft. Want we zien het ook in de kwestie woonbron. Daar is ook door de Kamer gezegd, eigenlijk moet die Raad van Toezicht weg. Want als zij hem niet aanpakken, dan moeten zij maar weg. Maar dat wringt toch iedere keer weer. En de vraag is een beetje, is de positie van de Kamer dan voldoende om ministers te bewegen om in te grijpen en ook mensen weg te sturen? Nou ja, dat is natuurlijk wat de wetgever aan ruimte geeft. Dat de Kamer bepaalt zelf. Wij zijn de wetgever, ruimte, toch? Ja, ja, de Kamer bepaalt zelf hoeveel ruimte ze zichzelf geven. En ik constateer dus dat in ieder geval in de jaren na 1994 de Kamer er klaarblijkelijk bewust voor gekozen heeft om zichzelf op afstand te zetten. Misschien ook wel omdat het af en toe wel makkelijk is om te kunnen zeggen van ja, daar ga ik niet over. Die lijn hebben we ook een heel aantal jaren gehad om te juist zeggen van nou, we gaan erover, we gaan er niet over. We gaan er vooral vaak niet over. Als puntje bij paaltje komt, dan blijkt toch dat kan leiden tot enorme
Zepers, waarvan Vestia de allergrootste is. En ik denk, het zou heel goed zijn in ieder geval dat nu in de novelle op de woningwet, dat er een goede grondslag komt voor toezicht. Het begint uiteraard met het omschrijven van de kerntaken en de criteria om nevenactiviteit te kunnen bedrijven, hoe toezicht geregeld is. En dat gaat breder dan alleen maar wat er aan externe en interne toezicht zit. Het heeft ook te maken met schaalgrootte. Mijn stelling is van de positie van huurders, en dat zijn ook de belangrijkste stakeholders volgens mij, die is veel sterker in kleine overzichtelijke corporaties dan in grote. Ik hang ook de stelling aan dat het leven van een corporatie niet zo ingewikkeld is. Als je als corporatie op de winkel past en het gaat om 5000 woningen, dan is dat niet zo'n ingewikkelde taak. Het bouwen en renoveren van woningen is ingewikkelder, maar dat zou je veel kunnen uitbesteden. Maar de kerntaak is toch gewoon goed en zuinig met je geld omgaan en zorgen dat die woningen op peil blijven en dat die op een eerlijke manier verdeeld worden. Dat kunnen huurders ook mede aansturen, omdat het ook hun eigen belang is. En dat lukt het bij grote corporaties inherent slechter dan bij kleine corporaties. Even terug naar de incidenten. De Kamer reageerde vaak reactief, zei u. Als het in de krant stond of in de media, dan werd er natuurlijk wel vragen over gesteld. En er werd ook heel vaak wel gevraagd om mensen eruit te gooien. Vond u nou in die periode, u heeft verschillende ministers gehad, dat die bewindslieden krachtig en adequaat hebben ingegrepen in dat soort situaties? Nee, dat is bepaald niet zo. Van de 7 die ik dus heb meegemaakt, denk dat Van der Laan in ieder geval in de ook betrekkelijk korte tijd dat hij er gezeten heeft, wel bezig was zeg maar, om de touwtjes wat aan te trekken. Ja. Ik denk dat nu de huidige minister dat hij ook alle reden heeft om de touwtjes aan te trekken, al is het maar aangespoord door dit gezelschap wat hier zit. Maar daartussendoor, er zijn winstpersonen geweest die hebben er een half jaar gezeten, volgens mij. Het is ook heel moeilijk, denk ik, om in zo'n korte tijd een echte kentering te bereiken. Dat doet de zaak dus geen goed. Nee. Heeft u van de week de enquête gevolgd over de saneringssteun bij WSG? Ik heb de krantenverslag gelezen. Ja. Nou, van de kant van het Centraal Fonds is gezegd dat die saneringssteun op nul is gekomen, omdat het eigenlijk afschuwelijk is als corporaties maar wat doen en maatschappelijk geld verspillen en dat niet andere corporaties daar de dupe van moeten zijn. Ja. Ruigrok, dat is als de interim directeur bij WSG, die zei ja, het leek er toch wel een beetje op dat die 0 euro, dat dat een fictief bedrag was, want hij zat zelf al aan een bedrag van 120 miljoen. Maar minister Donner heeft in de Kamer natuurlijk wel tegen jullie gezegd van wij bepalen de saneringssteun op 0 euro. Wat vond u daarvan, van die move? Ik zit daar heel ambivalent in en ik denk de huren Nederland ook. Kijk, op het moment dat een corporatie geen saneringssteun krijgt, dan betekent dat de corporatie zelf volledig moet bloeden zeg maar, voor de fouten die er gemaakt zijn. De corporatie zelf, dat zijn dus ook de huurders van de corporatie zelf. En kijk, bij WSG was natuurlijk het bijzondere van het verhaal dat ze een enorme grondpositie hadden in verhouding tot een heel kleine omvang eigenlijk aan woningbezit. Maar het effect is natuurlijk dat dan ook op dat beperkte woningbezit de gevolgen enorm zijn. En bij Vestia zie je overigens in iets mindere mate hetzelfde. Dus op zich, ik ben er wel voor dat er een vorm van solidariteit is en blijft tussen corporaties. Dat je in wezen in dit geval de zeper toch een beetje uitsmeert over heel hurend Nederland. Ja. Het zou wel goed zijn, kijk, daar moet dan tegenover staan dat het preventieve toezicht toeneemt. En misschien ook wel dat er een soort eigen risico is voor corporaties, waardoor toch het eigen handelen net iets kritischer bekeken wordt dan nu. Ja. Dat is oplossingsgericht. Waar ik eigenlijk naartoe wil is of de Kamer steeds bij die incidenten tijdig en volledig werd geïnformeerd van de kant van het ministerie. Ik denk dat winstpersonen altijd wel enige aansporing nodig hadden om meer met nieuwe informatie te komen. Laat ik zo zeggen, ik denk dat ze dat in het algemeen zeg maar, altijd een Kamerlid er al aan toe was om een brief te vragen voordat de minister zelf op het idee gekomen was om die te sturen. Ja. Of dat een signaal is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, het was toch wel zo dat stel dat de Kamer niks gedaan had, dan denk ik dat er nog veel minder gebeurd was dan nu. Goed.
Maar als minister Donner zegt 0 euro saneringssteun en blijkt dan 120 of 117 miljoen te zijn, ja, dan heeft u daar geen buikpijn van? Nou, dat deze coöperatie die saneringssteun nodig had, om de reden die ik zelf verteld had, en dat geldt denk ik bij Versia ook, ja, ik kan daarmee leven om de simpele reden dat anders zeg maar de schade op een veel te klein aantal huurders En misschien nog wel groter was geworden. Ook, dat is waar, want het is vaak zo natuurlijk dat bij grondposities dat de schade sterk beperkt kan worden door tijd. Als je tijd hebt om grondposities af te stoten, dan kan je daarmee een flink stuk aan schadebeperking doen. Nog even één punt corrigeren. Die 0 euro, dat is niet in de Kamer gezegd, maar wel in een brief aan de Kamer gestuurd. Dus dan ben ik helemaal volledig. Kijk even naar mijn collega Hartje. Meneer Jansen, ik heb geen helder antwoord gehoord op de vraag waarom de Kamer heeft ingestemd met het beleid van minister Donner om de intensieve integriteitsbeleid die zijn voorganger, minister Van der Laan, had ingezet, om die te stoppen. Waarom is de Kamer daarin meegegaan? Omdat er in ieder geval geen Kamermeerderheid was die daar niet in mee wilde gaan. Zegt u daarmee dat u wel ervoor gepleit heeft, ja, om dat beleid van minister Van der Laan vast te houden op het gebied van integriteit? Ja, ik denk dat zeg maar alle signalen die ik in de 7 jaar dat ik gezeten heb altijd waren gericht op goed, strak toezicht op basis van de risicobenadering. Met andere woorden van kijk goed wat de risicocoöperaties zijn en zit die op de huid. En laat degene die zeg maar consequent zich goed gedragen, laat die met rust. Dat is altijd mijn lijn geweest. En waarom of ik in dit geval... Kijk, ik had er misschien nog een motie over kunnen indienen, maar waarschijnlijk zal ik geconcludeerd hebben dat hij het niet zou halen. Maar er was toen een Kamermeerderheid die met minister Donner meeging, ondanks het feit dat u gaf het zelf een paar keer aan dat minister Van der Laan de touwtjes strakker aantrok. Ja. Maar toen zijn opvolger kwam, werden die weer losgelaten en de Kamer heeft daar in meerderheid, ondanks dat u daar wel zich tegen heeft verzet, begrijp ik uit uw woorden, heeft de Kamer in meerderheid gezegd, die touwtjes kunnen wel weer los. Ik denk dat u die vraag morgen misschien nog een keer moet stellen aan mijn andere collega's uit die tijd. Want die vragen, daar gaan wij over, ja, meneer Jansen. Nee, zeker, maar ik zit even te denken van wat mijn eigen positie daarin was. Ik denk dat ik inderdaad wel in alle debatten, ik heb zelfs een aantal debatten specifiek aangevraagd over dit thema, heb aangegeven van hoe ik het zou aanpakken. Het is niet altijd zinnig, denk ik, hoewel mijn collega's daar anders over denken, om met een tsunami aan moties te komen als je weet dat die niet gaan halen. Daar had ik misschien nog iets actiever in kunnen zijn om in ieder geval nog een keer de Kamer te dwingen om een uitspraak te doen daarover. Ook als je verliest, zeg maar. Ja, maar dat heeft u dus niet gedaan, maar u geeft niet altijd in ieder geval, nee. Okay. Uit ons onderzoek blijkt ook een voorbeeld waarbij de Kamer informatie krijgt, maar er vervolgens niets mee doet. En dan doel ik op het rapport Intraval, waarin onder andere ABC-transacties genoemd worden bij corporaties. Die heeft de Kamer voor kennisgeving aangenomen. Kunt u daarop reageren? Dat rapport ken ik niet. Het is een rapport wat uit is gekomen in december 2010 en 4 mei 2011 naar de Kamer is verstuurd. Ja. Nee, dat zegt me eerlijk gezegd niks. Nou moet ik wel zeggen dat ik overigens, ik ben 2 jaar geen woordvoerder huursector geweest. Toen ben ik alleen woordvoerder koopsector en bouwregelgeving geweest. Het zou kunnen zijn dat dat precies in die periode geweest is. Maar het rapport zegt mij eerlijk gezegd helemaal niks. Nee. Ja, ik noem dit voorbeeld ook omdat u heel stellig zei, de Kamer moest altijd trekken en vragen om informatie. Maar dit is een duidelijk voorbeeld uit ons onderzoek dat er ook informatie naar de Kamer kwam, maar dat de Kamer het voor kennisgeving aanneemt. U zegt november 2011. Ja. Nou, ik zou moeten nakijken naar of het een woordvoerder was. Ik weet het niet helemaal zeker. Voorzitter. Dank u wel, mevrouw Hashi en meneer Oskam. Het was december 2010 en het kwam voorjaar 2011 naar de Kamer. Kleine aanvulling. Ja. Het woord is aan collega Mulder. Voorzitter, dank. Ik wil graag met u terug naar de tijd dat u nog geen Kamerlid was, maar wel beleidsmedewerker was bij de Socialistische Partij. Namelijk naar de periode van minister Dekker. Die wil het zogeheten BBSH, zeg maar de grondwet voor de corporatiesector, aanpassen. En de Tweede Kamer, onder aanvoering van de leden De Pla en Van Bochhoven, willen zelf onderzoek doen naar de sector. En ze laten Johan Konijn van het RIGO een onderzoek doen naar de taken en sturing van de corporaties. En Konijn concludeert dat de minister eigenlijk geen zicht heeft op de prestaties van corporaties.
Nou, als de minister geen inzicht heeft in de prestaties, heeft de Kamer dan wel inzicht in prestaties, is mijn vraag aan u. Onvoldoende, maar overigens best wel wat. Want de corporatie gaat bijvoorbeeld in die tijd ook jaarlijks een sectorbeeld uit of een branche, zeg maar een soort brancheoverzicht. Mm-hmm. En daarin werd gerapporteerd over onder meer prestaties naar 5 grote categorieën. Van superklein, minder dan 1000 woningen, tot de allergrootste categorie. En uit die informatie van de corporatie zelf kon ik bijvoorbeeld afleiden dat de middelgrote corporaties, laten we zeggen zo met een bezit tussen de 2000 en 10.000 woningen, dat die qua prestaties en qua efficiëntie veel beter presteerden dan de grote jongens. Dus het was niet zo dat je helemaal niets kon afleiden uit de informatie die je kreeg. Maar het had veel beter gekund, dat ben ik met u eens. Ja, beter kan het altijd, maar had u nu voldoende inzicht in de prestaties en de doelmatigheid? Als u zegt, ik weet dat kleinere het beter doen dan grote, is dat iets relatiefs, niet iets absoluuts? Ja. Dus had u voldoende inzicht in de prestaties en doelmatigheid van corporaties? Nee. Niet? En wat heeft u daar als Kamerlid aan gedaan om dat inzicht wel te krijgen? Ik denk dat de lijn dat wij... In essentie zeg maar, is de lijn van governance die de SP voorstaat, hè, dus het toezicht op coöperatie, op het handelen, die is dat primair je ervoor moet zorgen dat er een goede maatschappelijke verankering is. Dus dat hebben we eigenlijk steeds bepleit. Wat is goede maatschappelijke verankering? Dat is wat ons betreft of een verenigingsstructuur, hè, waarbij de leden huurder zijn. Dat betekent dat de belanghebbende partij, dat die ook de controle uitoefent. Dan wel dat de Raad van Commissarissen in meerderheid benoemd of ontslagen wordt door de huurders. Waarbij je een minderheid van de leden van de Raad van Commissarissen zou kunnen laten benoemen uit de geledingen van de gemeenten in het werkgebied van de corporatie. Dus dat is de eerste manier zeg maar, om helemaal voor in het proces zeg maar, de toezicht op prestaties te verbeteren. Het tweede is de schaalgrootte die ik al genoemd had. En het derde is een betere verankering van het externe toezicht, wat uit 2 componenten bestaat, de financiële kant en de prestatiekant. En daarvan denk ik dat het Centraal Fonds ook al in die tijd wel geprobeerd heeft om een lijn in te zetten waarbij benchmarking gebruikt zou kunnen worden door de stakeholders, hè, door de huurdersorganisaties, door de gemeente. Om coöperatie aan te spreken op hun prestaties. Ja, dus u had geen inzicht in de prestaties en de doelmatigheid. En u zegt, u komt dan met een oplossing, verenigingsstructuur en dat soort zaken. Maar heeft u erop aangedrongen dat de minister wel die prestatiegegevens en die doelmatigheidsgegevens zal opleveren? Ik uiteraard niet, want ik zat niet in de Kamer toen, maar mijn woordvoerders U was toch in 2006 Poppen. Kamerlid, hè? Vanaf 2006, ja. Ja vanaf 2006 denk ik dat ik inderdaad zelf met hele grote regelmaat heb aangedrongen op een betere benchmarking. Mm-hmm. Zowel aan de financiële kant als aan de prestatiekant. Dat is echt een hobby van me. Dus kan ik wel verzekeren dat ik dat zeker eigenlijk altijd heb meegenomen in mijn inbrengen. Ik heb nu even, als ik dacht dat u het had over de periode daarvoor, toen ik blij met werken was. Dit rapport is uit 2005, u komt in 2006 ja. In de Kamer. Dus dat rapport is dan, als u erin komt, vrij recent. En mijn vraag is dan, als u het eens bent met dat rapport, en dat bent u blijkbaar, wat heeft u eraan gedaan om die gegevens wel boven water te krijgen? Ja, bijvoorbeeld een conclusie uit het rapport was ook dat de aansturing van coöperaties niet mogelijk meer was via de bekostiging. Hè? Dat was voor mij ook een kernconclusie van het konijn. En dat was wel een fundamentele kritiekpunt, want in wezen, dat was... Historisch gezien zeg maar altijd de manier om de coöperaties bij de les te houden. De stok achter de deur, zeg maar. Want als je bekostigt, dan kan je de bekostiging intrekken op het moment dat men niet doet wat je wil. Is er netto geen bekostiging meer, dan is dat middel weggevallen. Dus dat is in ieder geval zeker iets geweest wat wij ook in die tijd wel gebruikt hebben. Ik moet zeggen, ik zou zo snel uit mijn hoofd niet weten of zeg maar, onze toenmalige woordvoerders... ik denk dat Arne Gerkens geweest is in 2005, 2006, bij de eerste bespreking van het rapport, hè, die is denk ik in 2006 geweest, dat al gebruikt hebben. Maar ik heb het rapport van Kordijn uiteraard met belangstelling gelezen, ook als beleidsmedewerker.
En ik denk dat hij een aantal hele goede punten maakte in zijn conclusies. En dat dat wel het begin van de discussie was over de herziening van de woningwet. Want dat is volgens mij wel het moment geweest waarop de Kamer gezegd heeft van nou, we moeten eigenlijk toch toe naar een ander regime. En ja, dat die discussie zo lang geduurd heeft, dat we in wezen nu pas bezig zijn met de laatste loodjes ervan. Ja, want u zat in de Kamer. Hoe kan dat zo snel geduurd of zo lang geduurd hebben? Ik denk dat daarin meegespeeld heeft, dus dat er aan de kant van het kabinet heel veel wisselingen van de wacht zijn geweest. En dat is ook bij de Kamer, bij de woordvoerders. Ik denk dat de meeste fracties in de periode dat ik er gezeten heb, 2 à 3 woordvoerders gehad hebben. Een aantal ervaren rotten zijn vrij snel vertrokken in die tijd. Dat komt de continuïteit ook niet ten goede. En ik denk verder dat er door de incidenten die zeg maar langskwamen, dat er voortdurend het idee was dat er voortschrijdend inzicht was. Kortom, dat het de integrale aanpak, zeg maar, dat hij steeds naar achter schoof, omdat er iets nieuws gebeurde waarvan iedereen zei van ja, maar dat moet wel even goed meegenomen worden. Nou, dan ben je zo weer een jaar verder. Mm-hmm. Zeker als er nog een nieuwe bewindspersoon ondertussen zit. Maar de heren De Pla en Van Bochhoven, die deden toch wel jarenlang de woningcorporatiesector. Ja. Dus die werden niet gewisseld. Nee, en ik denk ook dat die leden, dat relatief ook, woordvoerders waren in ieder geval die op dat punt wel hun mannetje stonden. Ja. Heeft u samenwerking met ze gezocht om dat proces te versnellen? Ja. En lukte dat ook? Met regelmaat, ja. Ondanks natuurlijk dat zij in de coalitie zaten en ik niet, dat was het grootste deel van de tijd. Maar goede Kamerleden zijn altijd bereid om over de schutting te kijken, dus ik bewaar daar hele goede herinneringen aan. Dus u heeft er alles aan gedaan om het proces te versnellen, samen met de leden, De Pla en Van Bochhoven? Nou, ja. Ach, dat onderover laat ik aan u over. Ja, wij zijn wel benieuwd, want u ziet het blijkbaar goed. U ziet dat de heer Kromwijk een PR-machine heeft. Ja. U denkt bij de heer Teubal, nou. Dus je zou denken, u weet waar u het over heeft. Dat u dan ook ervoor gaat zorgen dat het verandert. Ja. U noemde al het Centraal Fonds. In november 2009 vraagt u een debat aan met minister Van der Laan om inzicht te krijgen in de verhouding tussen prestaties en beloftes. Ja. Want dat bleek, corporaties beloven van tevoren veel, of hebben veel voornemens. Als je dan kijkt wat wordt gerealiseerd, zit daar een verschil tussen. Ja. Soms zijn die verschillen groot, constateert u in dat debat. Ja. En u vraagt aan minister Van der Laan of hij het Centraal Fonds daarop wil aanspreken, of die niet mee kunnen werken om die gegevens boven water te krijgen. Ja. Dat klopt, hè? Is dat ook gebeurd door minister Van der Laan? Ja, dat is gebeurd. Want daarna bleek ook, toen dat structureel in kaart gebracht werd, dat er inderdaad een structureel gat zat tussen beloften en waargemaakte prestaties. Mm-hmm. Ik weet wel dat overigens de verdediging van de corporaties was dat ze zeiden van wij maken het project niet in ons eentje. Mm-hmm. We hebben te maken met gemeenten, die doen veel te lang over hun bestemmingsplannen. Mm-hmm. We hebben te maken met projectontwikkelaars, want je hebt vaak hybride projecten. Nou, dan gaat bijvoorbeeld een commercieel deel gaat niet door, is niet op tijd verkocht. Dus er zijn altijd argumenten. Maar vanuit mijn achtergrond in de bouw is mijn stelling van je moet dan in wezen werken met een overprogrammering. Dus met andere woorden van je programmeert 130% en je weet eigenlijk zelf ook wel dat je dan uiteindelijk 100% oplevert. Begin je met 100%, dan eindig je op 70 of 60 en dan zit je dus in wezen onder je target. Okay, dus de minister Van der Laan heeft uw voorstel opgevolgd en in voldoende mate? Op dat punt is volgens mij de informatie van het Centraal Fonds wel concreter geworden, ja, klopt. Ja. Okay. En had de Kamer in uw periode nou voldoende instrumenten om toe te zien op de doelmatige inzet van de volkshuisvestelijke middelen, zoals het BBSH dat voorschrijft? Ik denk, kijk, als je begint met de grote getallen. Wat zijn de grote getallen? Het aantal opgeleverde nieuwe sociale huurwoningen. Het aantal gerenoveerde woningen. De hoeveelheid geld die er besteed is aan onderhoud. Dat zijn toch, denk ik, de grote indicatoren die wel een beetje aangeven hoe het loopt. Die gaven naar mijn mening aan dat het niet al te best liep. En dat was merkwaardig, omdat zeker in de periode tot 2008 hadden we natuurlijk de gouden jaren van de waardestijgingen van de activa van de corporaties. Ze konden in wezen eigenlijk heel makkelijk dingen financieren en van de grond trekken. En dat is daarna natuurlijk een stuk ingewikkelder geworden. Ja.
Dus u kon het beoordelen, de doelmatige inzet van de middelen, als u kijkt naar die twee kengetallen. Kijk, als je top-down, daarnaar kijkt en je komt iets tegen waarvan je denkt van, hey, wil ik wat meer van weten, dan moet je eigenlijk kunnen afdalen in de cijfers. Een voorbeeld ervan, de rapportage over wat er aan oudere huisvesting is gerealiseerd, dat was altijd problematisch, kan me herinneren. Terwijl toch echt ook wel afspraken waren gemaakt over dat we op dat punt echt een heel groot tekort hadden. Het was altijd lastig, zeg maar, om er een vinger achter te krijgen van hoeveel nou precies voor die groep gerealiseerd was en hoeveel dat dan meer was dan het jaar ervoor. Mm-hmm. En dat is natuurlijk uiteindelijk wat je als Kamerlid wil, dat je gewoon toch betrekkelijk simpel kan vaststellen, hebben we nou ons doel gehaald, ja of nee? Ja. En dan tot slot. En kan de Kamer, ik vraag het dan op een andere manier nog een keer, met de beschikbaar gestelde informatie de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de corporatiesector voldoende beoordelen in uw ogen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er nog echt wel een flink aantal verbeteringen mogelijk zijn. Aan de andere kant kan je wel zeggen, met de informatie die de Kamer wel had, had de Kamer wel aanzienlijk meer kunnen doen. Dus in dat opzicht treft ons als volksvertegenwoordiger denk ik toch nog wel enige blaam dat we toch niet met de informatie die we wel hadden kortdater hebben ingegrepen. Oké, dank. Ik geef het woord aan collega Groot. Dank, meneer Mulder. Ja, dank wel, voorzitter. Nog even weer terug naar het volkshuisvestelijk toezicht. De heer Oostkamp heeft het er ook al even over gehad. U zegt in een debat in april 2013 over het toezicht op de corporatiesector dat het volkshuisvestelijk toezicht van het ministerie het meest dramatische van alle vormen van toezicht was. Kunt u zich die uitspraak nog herinneren? Ja, die kan ik me goed herinneren, ja. En kunt u dat wat nader toelichten nog? Nou ja, kijk, ik denk want dat dramatisch, dat klinkt dramatisch. Ja. Ja, dat is ook dramatisch, denk ik. Ik zou verwachten dat, en nogmaals even los van die 10 formatieplaatsen, die inderdaad heel weinig zijn, dus kortom, dit verwijt is niet gericht naar de betreffende 10 personen, die ongetwijfeld hun best gedaan hebben, maar ik denk dat je mag verwachten van een inspectie dat ze toch, zeg maar, ja, de basismechanismen om de vinger aan de pols te houden in orde hebben. En laat ik een vrij elementair voorbeeld noemen. Er is een kleine corporatie geweest in Limburg, dat is de gemeente Sittard, waarbij de directeur werd opgevolgd door zijn zoon. Als ik dat voorbij zou zien komen, dan zou ik direct denken van nou, dan ga ik op zijn minst even op bezoek om te kijken hoe het zit. Nou, vervolgens blijkt ook uiteraard na enige tijd dat een augiasstal is. En dat wordt dus niet ontdekt door de inspectie, maar dat wordt ontdekt door de Limburger, het regionale blad. Nou, dat soort signalen zijn naar mijn mening evident een indicator, zeg maar, dat de toezichthouder dat hij niet is toegerekend op zijn taak. Tweede voorbeeld, woningcorporatie Laurentius. Daar zat de voorzitter van de Raad van Commissarissen, was daar tevens de huisnotaris. Ik ben daar op een gegeven moment achteraan gegaan. Dat heeft ook geleid tot het vertrek van die betreffende dame. Maar ja, ik zou vervolgens verwachten dat de minister zegt van ik ga er eens een paar hele vervelende figuren langs sturen bij die woningcorporatie. Want als dat zo geregeld is daar, dan is er vast meer aan de hand. Dat is niet gebeurd. En vervolgens heeft die corporatie iets van anderhalf of twee jaar later het woningbedrijf van de gemeente Oorschot overgenomen. En inmiddels is, zeg maar, na de escapades van Laurentius, is het woningbedrijf hier afgestoten binnen 2 jaar na aankoop met een verlies van ongeveer 50%. Ze hebben eigenlijk 2 keer te veel betaald. Wat al bekend was op het moment dat de bieding plaatsvond. Nee, want een heel voor de hand liggende alternatieve partij, de woningcorporatie Sint-Josef uit Boksel, die heeft mij persoonlijk gezegd van het is gewoon krankzinnig dat het bedrag neergeteld wordt. En ja, dat zijn nou bij uitstek naar mijn mening zaken die We hebben vanochtend uitgelegd gekregen dat het ministerie werkte volgens een zogenoemd piepsysteem. Ja. Dat als je geen klachten hoort vanuit de gemeente, dan zit het volkshuisvestelijk blijkbaar goed. En dan is er verder nog wel volkshuisvestelijk
toezicht in de zin van dat er een analyse plaatsvindt van maakuilgegevens. U zegt dat is niet adequaat. Nou ja, ik denk dat er wel iets meer aan gepiept is. Bij Laurentius was er al gepiept en daarna zeg maar ook die zaak met die verkoop van die woningen van het woningbedrijf in Oorschot. Dat is door mij aangekaart, maar daar heeft ook in de media, regionale media... Men zegt er nu van, zelfs het piepsysteem werkte niet goed. Nee, zelfs piepsysteem, dat klopt. Nou, nog zo bijvoorbeeld uit die regio Trudo, uit Eindhoven. Mm-hmm. Ook een corporatie is een PR of het ook voortreffelijk voor elkaar had. Die zaten heel groot in een ontwikkeling in Strijp S, het voormalige mm-hmm. Philips-complex. Op zich een hartstikke leuke ontwikkeling, maar mijn vraag was altijd van wat heeft een coöperatie te maken met foodcourts en parkeergarages en dat soort zaken. Kortom, dat je daar risicodragend in zit voor een woningbouwontwikkeling, prima, kan me niet meer voorstellen. Maar dat je er risicodragend in zit voor dat type activiteiten, ja, ook dan zou ik dus verwachten dat een inspectie direct denkt van dan gaan we eens gezellig buurten. Ja. En dat is dan niet gebeurd. Vindt u dat de minister verantwoordelijk gesteld kan worden voor het functioneren van elke individuele corporatie? Nou, dat is heel zwaar. Maar kijk, het is wel zo dat de minister systeemverantwoordelijk is. En mijn stelling is wel, hier zijn zoveel signalen in de loop van de tijden langsgekomen, dat ik denk dat een bewindspersoon wel op dat moment hoort te herkennen dat er iets meer mis is dan een incidentje. En dus het heeft ook te maken gehad denk ik, met de enorme serie bewindspersonen die er in 7 jaar tijd voorbij gekomen zijn. En daarvoor was dat ook best wel een frequente wisseling van de wacht. Dat maakt de continuïteit lastig. En ik denk dat in ieder geval wel duidelijk is dat de functie van het systeemtoezicht ook niet goed is ingevuld. Maar als ik het dus goed samenvat, u zegt, wil niet zo ver gaan dat de minister verantwoordelijk is voor elke individuele corporatie. Maar zodra er dus incidenten zijn die een bepaald patroon gaan vertonen, dat het piepsysteem blijkbaar niet goed werkt, of nou, dat het, dan wordt de minister wel verantwoordelijk? De minister is natuurlijk altijd politiek verantwoordelijk voor zijn portefeuille. Dus in dat opzicht kan je zeggen dat als de inspectie een fout maakt, dan is de minister daar politiek verantwoordelijk voor. Ik heb altijd de neiging zeg maar, om daar wat milder over te zijn als dat echt een incident is. Maar als dat herhaaldelijk gebeurt, zeg maar, en laat staan als een minister, en dat was in het geval van bijvoorbeeld minister Vogelaar het geval, in een vroegtijdig stadium weet van de situatie hè, met de SS Rotterdam, dan is mijn stelling, dan is ze niet alleen politiek verantwoordelijk, maar ook gewoon feitelijk verantwoordelijk, omdat ze op de hoogte was van de situatie. En dat is natuurlijk wel een heel sterk verzwarende factor. Vandaar die motie van wantrouwen. Nog even een vraag over de inzicht in de prestaties. U signaleert op enig moment in de Kamer dat woningcorporaties worden beoordeeld op de beloftes die ze doen, wat ze gaan doen, en niet op hun daadwerkelijke prestaties. En ze zouden dus meer gemeten moeten worden wat woningcorporaties daadwerkelijk presteren. Zo zou die meetlat moeten worden aangelegd. Is daar voldoende mee gebeurd met uw oproep? Ik ben er zelf met mijn eigen gemeente mee bezig, om in ieder geval de gemeenteraad op dit punt wat beter te informeren over de lokaal presteren van corporaties. Ik denk dus dat ook gemeenteraden daar bijvoorbeeld heel... Ik bedoel nu in de Tweede Kamer, heeft de minister daar voldoende mee gedaan? Nee, denk ik niet. In ieder geval tot nu toe niet. Er zijn natuurlijk een aantal goede voornemens in een wetsvoorstel verwoord, waarvan of ze lagere regelgeving zeg maar, nog gedetailleerd moest worden in dat stadium. Dat wetsvoorstel is uiteindelijk in de Eerste Kamer weer geparkeerd. Mm-hmm. Maar wel, je ook over een motie kunnen indienen. En het lijkt me, dit wel, is iets waar je wel een meerderheid voor kunt vinden. Nou, ik weet niet op welk aspect duidt u nu, waar ik een motie over had kunnen indienen. Nou, nadat u signaleert van woningcorporaties worden beoordeeld hè, door het Elfonds, het ministerie, op wat ze voornemend zijn te presteren en niet op wat ze feitelijk presteren. En daar gaapt een behoorlijk verschil tussen. Ja. Nou, denk ik, waar ik mij steeds, en daar heb ik denk ik ook wel een aantal moties over ingediend, in ieder geval ook bij heel veel debatten het over gehad, is dat mijn pleidooi is steeds geweest van zorg ervoor dat de feitelijke informatie, de benchmark informatie over corporaties, dat die
goed gestructureerd en ook leesbaar voor leken, want dat is voor mij ook een heel belangrijk punt. Dat was een punt van kritiek op Centraal Fonds, dat het allemaal toch de informatie te complex was voor niet financieel geschoolde buitenstaanders. Dat is denk ik altijd wel de houding geweest, zeg maar, om het probleem, of dan zeg ik, de informatiepositie van de volksvertegenwoordiging en ook van de huurders te verbeteren. En ik denk dus dat daarin ook de positie van het Centraal Fonds, waar we het over gehad hebben, in relatie tot zowel financieel als prestatietoezicht, dat die daarin wel beter verankerd kunnen worden. Maar daar was geen meerderheid voor. Hij is er even geweest, voor mijn gevoel, maar hij viel vrij snel weg, omdat er ook weer verkiezingen tussendoor waren. En toen was die meerderheid verdampt. Ja. We hebben de afgelopen weken hebben we hier regelmatig gesproken over het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. En ja, dat is een instituut dat blijkt toch een hele belangrijke rol te spelen in de volkshuisvesting. Ja, en het valt de commissie op dat daar voor die rol van het Waarborgfonds, dat er in de Tweede Kamer toch heel weinig aandacht voor is geweest. Ja. Kunt u verklaren waarom? Heeft de Kamer dat gewoon niet in het vizier gehad? Nou, allereerst, het Waarborgfonds was natuurlijk een instituut van de corporatie zelf met een achtervang van het Rijk. Dus in wezen denk ik dat voor de meeste fracties van belang was van wat betekent die achtervangfunctie. Ik kan me herinneren dat we het wel eens gehad hebben over in die tijd, dan praat ik over een periode zo 2007, 2008, over de feitelijke contante waarde van die achtervangfunctie. Sommigen dachten dat het die nul was, dat leek mij heel sterk. Ik heb dat voorgesteld om het bij Lloyds te herverzekeren. Dan hangt er direct een prijskaartje aan, dan weet je precies wat het kost. Het was wel een feit natuurlijk dat de achtervang in de pak een beet 50 jaren dat het WSW bestond toen nog nooit gebruikt was. En dus dat het gevoel was van nou, het Rijk zit erachter, hè, waarmee dus voor de banken het signaal zo sterk is dat de rente extra omlaag kan. Maar als er een keer iets is, dan staan de corporaties als eerste aan de lat. En kortom, dan moeten ze met z'n allen bloeden voor hun fouten. Dat is denk ik de reden geweest dat er relatief weinig gefocust is op het belang van het WSW. Al weet ik ook wel dat de corporaties zelf zich wel altijd verzet hebben, zeg maar, tegen pogingen om het WSW, zeg maar, wat meer naar de overheidskant te halen. Zeg maar, om daar dus bijvoorbeeld extern publiek toezicht op te zetten. Hun redenering was simpelweg, dat is ons ding. Maar daar hoeft de Kamer zich natuurlijk niet bij neer te leggen. Te meer ook omdat we hebben gezien dat het Waarborgfonds ook een hele belangrijke rol speelt in het toezicht op het UDENT van woningcorporaties. Ja. Had u zich dat belang gerealiseerd van het Waarborgfonds? Nou, ik denk dat ik op dat punt ook misschien toch wel later actief ben geworden dan ik achteraf gewild had. Ik denk, schat zo in dat ik een jaar of twee, drie geleden dat ik het voorstel gedaan heb om het WSW anders te structureren en om de contragarantie te schrappen. Eerst globaal en daarna heb ik dat nog uitgewerkt. En ik ben, zeg maar, op die lijn gaan zitten nadat ik constateerde dat de eurocommissaris op grond van de concurrentierichtlijn zei van het Waarborgfonds is staatssteun. Er waren drie vormen van staatssteun die onderkend werden. Dat was de wijkheffing, die was inmiddels alweer afgeschaft. De goedkope grond voor de corporatie en de derde was de contragarantie. Ik heb toen gezegd van ja, ik wil af van die Brusselse bemoeienis. Dat lijkt mij ongewenst uit het oogpunt van volkshuisvesting. Wat zijn de manieren om eraf te komen? Na enig denkwerk was mijn conclusie dat we die contragarantie konden bruteren. Dus in wezen konden wegstrepen tegen een andere post. En in eerste instantie heb ik gesuggereerd dat de vennootschapsbelasting was. Want zeg maar, het idee, het is toch iets langer geleden dus. Ja, het idee is opgekomen toen minister Bos minister van Financiën was. Nou weet ik het weer. We kennen uw ideeën over het alternatief voor het Waarborgfonds. Ja. Maar wat hier even om ging was het identificeren van het belang van het Waarborgfonds voor het toezicht. En u zegt daarop, nou ja, dat
daar had ik me wat eerder mee, dat had ik wat eerder op het netvlies kunnen hebben wellicht. Wat ik wel gerealiseerd heb, was dat, dat er een bijkomend voordeel was van dat bruteren. Namelijk dat dan de coöperatie misschien nog wat kritischer worden, zeg maar, op de collega's. Dus dat is wel een effect daarvan. Als er geen achtervang meer is van het Rijk, dan moet je toch nog net iets beter gaan uitkijken. Maar dat besef is bij mij pas in ieder geval de laatste jaren sterker geworden. Ik denk dat ik inderdaad, mijn interesse voor het WSW is begonnen met de brief van de eurocommissaris in 2008, denk ik, of 2009, daarom, nee, 2009 denk ik. Ja, het staatssteundossier. Het staatssteundossier, ja, ja, klopt. Ja. Ja. Wat vindt u ervan dat een particulier instituut publieke borging kan afgeven? Want dat is het geval bij het Waarborgfonds. Nou, kijk, je kan ook de redenering aanhangen dat het een soort onderlinge regeling is. Hè? Coöperaties staan borg voor elkaar. Dat zou naar mijn mening de meest zuivere vorm van borging zijn. En door, dat, zeg maar, dat is al geëgeld natuurlijk, onderlinge borging. Ja, maar goed, als je het terugbrengt, zeg maar, tot die essentie, dan is het namelijk iets wat ook andere partijen kunnen afspreken. In principe commerciële partijen zouden dat ook kunnen doen. Er zouden zelfs hybride waarborgfondsen kunnen komen. Dat je zegt van voor bepaalde type activiteiten met een bepaald profiel, zeg maar, kan je gezamenlijk doen. Want in essentie natuurlijk is het gewoon het delen van risico's en daarmee het goedkoper aantrekken van geld. Maar het is natuurlijk zo dat de risico's verdampen daarmee niet. Ze zijn er nog steeds. Dus je socialiseert in wezen het risico. En dat heeft, dat heeft dan op zich weer het nieuwe risico in zich, dat daarmee een perverse effect ontstaat, dat partijen denken van ik hoef niet alleen op de blaren te zitten, dus ik kan net iets meer risico lopen dan en in het uiterste geval de staat. Ja, ja, klopt. En daarvan is natuurlijk VEST juist het meest extreme voorbeeld. Ja. Ja. Ik wil even naar de positie van de huurder. Hoe heeft die positie van de huurder zich de afgelopen 20 jaar ontwikkeld, in uw opvatting? Ik denk in de richting van minder invloed op het beleid van de coöperaties. Dat heeft te maken met enerzijds het vrijwel verdwijnen van de verenigingsvorm als rechtsvorm van coöperaties. Ik denk dat rond 1990 toch nog wel iets van 1/3 van de coöperaties de verenigingsvorm had. Maar, eigenlijk door de invoering van het Raad van Commissarissenmodel werd dat gewoon de facto onmogelijk gemaakt. Dat was een ondermijning van de invloed van de huurders. Want ik kan me nog heel goed herinneren een geschil rond de coöperatie Huis en Erf in Schijndel. Dat was een vereniging. En daar zat ook een raad van commissarissen, want dat moest na 1995. En die raad van commissarissen had ruzie met de vereniging. Dus de vereniging zei van wij willen de huren betaalbaar houden. En de raad van commissarissen zei van nee, de huren moeten omhoog. En toen heeft de minister ingegrepen, heeft daar een toezichthouder aangesteld om ervoor te zorgen dat de statuten zodanig veranderd moesten worden dat leden van de vereniging verder niks meer te zeggen hadden. Ik moet zeggen, ik vind dat echt de omgekeerde wereld, dus ik was daar buitengewoon kwaad over. Ik vind nog steeds de verenigingsvorm een uitstekende bestaande rechtsvorm, hè, waarin die invloed van huurders goed verankerd zou zijn. Ja, secundair, ja. Dan hier twee vragen over, want inderdaad zijn die verenigingen massaal omgezet in stichtingen na de brutering. Daar waren ook wel redenen voor. De eerste was de problemen met de bestuurbaarheid van een woningcorporatie. Dat is bij een vereniging wat moeizamer. Maar tweede, nog belangrijker, er ging veel vermogen naar die woningcorporaties. En als je dan een verenigingsstructuur hebt, dan word je kwetsbaar voor egoïsme, zeg maar. Dus dat de leden van de vereniging, die gaan er met het vermogen vandoor en die zorgen dat ze bijna geen huur meer betalen. En dan is de hele maatschappelijke doelstelling van woningcorporaties eigenlijk uit zicht. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, op zich is een van de maatschappelijke doelen van een corporatie is tegen betaalbare huren te verhuren. Dus mij lijkt dat in ieder geval een van de criteria moet zijn, betaalbare huren. Ja, maar het zou wat anders zijn als dat alleen naar de zittende huurders gaat. Maar bijvoorbeeld in het geval van Huis en Erf heb ik dat ook bekeken. En het bleek dat er Huis en Erf ook nog, zeg maar, die bouwden hartstikke veel. Dus het was totaal niet zo dat bij Huis en Erf dat de bouwproductie, dat die leed onder de doelstelling om die huren laag te houden. Want dan zou ik het met u eens zijn dat dan inderdaad de insiders, zeg maar, profiteren ten koste van de outsiders. En in die situatie zou je het externe toezicht kunnen inzetten, zeg maar, om aan excessen een eind te maken.
Mijn ervaring in de afgelopen 40 jaar is dat huurders in het algemeen prima oog hebben voor lange termijn belangen. Als het korte termijn belang fatsoenlijk verzekerd is. Met andere woorden, als een corporatie een 7 of 8 haalt hè, voor zijn kerntaak, namelijk fatsoenlijke woningen tegen een redelijke prijs. Dan snapt iedereen dat er ook gebouwd moet worden voor je kinderen en de mensen uit de straat. Kortom, dat is helemaal niet tegen de sere been van zittende huurders. Ik denk dat zittende huurders zelfs begrip hebben dat een corporatie zegt van wij helpen een corporatie in een andere stad. Dat is al een stuk ingewikkelder, omdat wij onze zaken goed in orde hebben en zij hebben een probleem. Daar zijn ook voorbeelden van trouwens, dat geaccepteerd is. Maar het komt inderdaad voor dat de verkeerde mensen in een vereniging de macht grijpen. Niet alleen bij woningbouwverenigingen trouwens, maar dat komt ook in andere verenigingen komt dat voor. En in die situatie heb je het extern toezicht om als slot op de deur te zeggen van beste vrienden, dat gaat zo niet. U zegt in de praktijk werkt zo'n verenigingsmodel best goed en dat geüpste egoïsme, dat valt wel mee. Ja, dan is de vraag, lang parlementariër geweest, dan zou je ook een initiatiefwet kunnen indienen om dit weer ingang te doen vinden. Ja. Ja, waarom doet u dat niet? Want parlementair werk is toch ook handwerk, zorgen dat je meerderheden krijgt. Ja, en... ja dat zou je me kunnen verwijten inderdaad. Want ik vond het wel. Aan de andere kant heb ik altijd op de lijn gezeten, misschien anders dan collega's, dat ik nooit zo hou van symbool, moties, symbool, abonnementen, symbool, wetgeving. Omdat ik denk dat je, kijk, als je aan een initiatiefwet begint, dan moet er in ieder geval zicht zijn op een meerderheid. In dit geval kan ik u zeggen dat de sympathie voor de vereniging als rechtsvorm voor woningcorporaties, dat die beperkt was tot de SP. En aangezien wij nog 76 zetels hadden, dat was echt volkomen kansloos. Vandaar dus dat ik ook altijd gezegd heb van mijn ideaal is nog steeds de vereniging. Dat vind ik een prima rechtsvorm. Coöperatieve vereniging zou overigens nog mooier zijn. Maar dat kan niet. Hè? Dat kan, in dit stelsel is het gewoon niet toegestaan. Dan is een second best oplossing is dat je zegt van laat die raad van commissarissen dan benoemen en ontslaan in meerderheid vanuit de geledingen van de huurders. Dat is in ieder geval, dan zorg je ervoor dat de raad van commissarissen, die moet nu op dit moment volgens BBSA moet die er zitten, dat die een roots heeft, dat die dus een achterban heeft, waar ze toch qua grondhouding zeg maar naar moet luisteren. Ja. Ten slotte, u bent nu een paar maanden wethouder, of misschien zelfs een paar weken, in ieder geval niet zo lang, zes weken, precies daartussenin. Hebt u nog in uw hele korte zittingsperiode inzichten voor, even voor wat betreft de relatie tussen de gemeente en de woningcorporaties, waar wij ons voordeel mee kunnen doen? Ja, ik denk zelf dat de gemeenteraad dat die ook een positievere rol zou kunnen spelen bij het aansturen van de corporaties dan nu het geval is. Ik denk dat het toch erg afhankelijk is van de toevallige interesse van de raad, hè, hoe vaak een gemeenteraad zich hierover buigt. En ik ben er wel voorstander van dat gemeenten systematisch gewoon één of twee keer per jaar aan de ene kant de voornemens en aan de andere kant de prestaties met de raad bespreken. En dat daar voorafgaand ook een rapportage plaatsvindt, daar hebben we het over die benchmarken, om in 20 à 30 indicatoren zeg maar, op een simpele manier samen te vatten van hoe lopen de zaken. Omdat ik denk dat ook de gemeenteraad redelijk dicht bij de praktijk zit, dichter dan wij hier in Den Haag. Ik spreek er maar even erbij voor. Dat kan helpen, denk ik, om aan de voorkant van het beleid, om daar de aansturing te verbeteren. Hebben gemeenten voldoende grip op woningcorporaties en voldoende inzicht in hun mogelijkheden? De gemeenten hebben op dit moment buitengewoon weinig mogelijkheden, harde mogelijkheden zeg maar, om corporaties naar hun hand te zetten. We kunnen prestatieafspraken maken. Als je dat niet uitkomt, is er nog een vorm van arbitrage mogelijk. Daar wordt het allemaal niet voor gekozen, want dan zijn de verhoudingen natuurlijk vaak al heel lastig. Aan de andere kant, overigens, zou ik ook er zeker geen voorstander van zijn dat we zeggen van laat nou maar de gemeente het eerste leidend toezicht gaan. Kortom, laat de gemeente aan alle knoppen draaien, zoals in het verleden zeg maar wel in sterkere mate het geval is geweest. Omdat ik constateer aan de hand van de incidenten dat er in ieder geval ook altijd het risico zit dat er belangenverstrengeling optreedt. Het stadhuis wordt gebouwd van het geld van de corporatie, om als een voorbeeld te noemen, wat niet fictief is.
het jongerencentrum, nou, zeg maar, alle activiteiten op die van maatschappelijk vastgoed. Waarvan ik denk, dat is ook een belang van de gemeente. De gemeente heeft er belang bij dat er een goede school gebouwd wordt. Maar nou, houd het een beetje uit elkaar. Het zou heel goed zijn dat de gemeente wel een sterke positie hebben om gewoon de programmering, zeg maar, in ieder geval mede te kunnen aansturen. En ook de maatschappelijke controle uitoefenen naast de huurders, die ik ook een belangrijke rol zou willen geven. En dat zou ook goed zijn als dat wettelijk beter verankerd wordt. Oké, dank u wel. Dank meneer Groot. Meneer Jansen, we zijn aan het einde van dit openbaar verhoor. Ik sluit de vergadering. Dank u wel. Dank u wel.